Welkom bij de Direct Duidelijk Tour. Vandaag praten we over een heet hangijzer. En het is dan ook heel druk met iedereen in de chat. Want we gaan praten over inclusief communiceren. Over inclusief schrijven. En alles wat daarmee te maken heeft. Vanzelfsprekend wil je natuurlijk dat wanneer jij als communicatieadviseur iets schrijft, dat je iedereen aanspreekt. En dat je niemand buitensluit. Of erger nog, dat je iemand kwetst met jouw tekst. Maar het is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Want waar geachte dames en heren 20 jaar geleden nog volstrekt geaccepteerd was en helemaal normaal, is dat tegenwoordig helemaal niet meer zo. En je wilt natuurlijk inclusief communiceren, maar hoe doe je dat dan? Nou, laat ik voordat we beginnen vertellen dat het onmogelijk is om dit onderwerp in één webinar te behandelen. We hebben een uur, we hebben 3 gasten die heel veel weten over dit onderwerp. Maar we gaan ongetwijfeld in de toekomst hier nog eens een webinar over organiseren. Er komen heel veel linkjes in de chat. Dus bewaar dat en ga daar op je gemak nog eens doorheen. Maar je kunt volgens mij een week studeren als je al die linkjes gaat opvolgen. Dus veel plezier daarmee alvast. Tijd om je voor te stellen aan de gasten hier aan deze bomvolle tafel. Severine Kas, welkom. Hoi. Severine werkt bij Accessibility. Dat is een organisatie die zich inzet voor toegankelijkheid, fysiek, digitaal, sociaal. Severine is architect en blogt over inclusie. Dan aan de andere kant van mij, Claudia Granetia, werkt bij Webmastery. Dat is een sociale onderneming die adviseert en ondersteunt bij online communicatie. Onthoud dat. En Claudia blogt regelmatig over inclusief schrijven. Jij ook welkom. En Mariette Thamsen, het verst van mij vandaan, werkt bij Radboud Into Languages in Nijmegen als senior trainer Nederlandse taal. En je schreef mee aan een taalgids over inclusieve taal. En je geeft ook workshops. Dus ook tijdens dit webinar veel praktische tips. Notitieblokken liggen bij iedereen nu klaar. Laten we eerst maar eens even een rondje langs de velden maken. Want als je het hebt over inclusief communiceren, dat is zo breed. Dat merkten we al bij de redactie toen we gingen brainstormen over dit onderwerp. Severine, wat versta jij nou onder inclusief communiceren? Dat je eigenlijk niemand buitensluit en dat je gaat kijken van zijn dit de juiste woorden, zijn dit de juiste termen? En dat iedereen zich op een fijne manier aansproken voelt, denk ik. Claudia, inclusief communiceren? Ik sluit me helemaal aan bij Severine. Ik vind het hard het schrijven is, zodat iedereen het gevoel krijgt erbij te horen. En dan gaat het niet alleen over bijvoorbeeld huidskleur, maar ook over gender en over mensen die een beperking hebben. Iedereen hoort erbij. Ja, precies. Van iedereen hoort erbij. Mariette? Ja, nou, ik kan het niet beter zeggen dan de collega's hier aan tafel. Als je dan kijkt naar de praktische invulling daarvan. Hè, want wat is dan die taal waar iedereen zich thuis voelt en die iedereen ook begrijpt? Want begrijpelijkheid, daar begint het sowieso mee. Dus gebruik niet te ingewikkelde woorden. Zorg ervoor dat je taal genderneutraal is. Zorg ervoor dat je geen onderscheid maakt tussen huidskleur, afkomst, religie, noem het allemaal maar op, als dat niet relevant is. Moet je natuurlijk wel doen als het wel nodig is om dat te doen. Probeer weg te blijven van waardeoordelen. Mm-hmm. Hè? Hogere beroepsopleidingen, lagere beroepsopleidingen. Er zit toch een soort waarde in. Mm-hmm. Taal kan ook heel erg asymmetrisch zijn. Hè? Van vrouwen wordt vaak gezegd dat ze hysterisch zijn. Mm-hmm. En mannen zijn dan weer niet hysterisch, maar zijn iets wat weer een andere notie heeft. Dus die asymmetrische taal is ook niet fijn voor je doelgroep. Er worden heel vaak vergelijkingen gemaakt. Bijvoorbeeld, we betrekken mensen uit andere culturen hè, in ons aannamebeleid of weet ik veel wat. Maak duidelijk wat die culturen dan zijn. Dus stel niet de norm. Wij zijn van een bepaalde cultuur en mensen uit andere culturen dit of dat. Dus maak dan gewoon duidelijk wat je bedoelt met die andere culturen. Ja, ja. Want dat dus is wel heel breed als je zegt andere culturen. Dat kan, dat is de rest van de wereld, zeg maar. Als je zegt wij hebben één cultuur en de anderen hebben een andere cultuur. En dan nog, wat is die cultuur dan? Ja. Is dat dan de Haagse cultuur of een cultuur van Nederland of van iemand die uit Zuid-Limburg komt? Dus het is sowieso niet duidelijk wat je dan zegt. Ja.
Oké. Goed over nadenken. Dus, zeker. Mariet, waarom is dat inclusief communiceren nu zo'n heet hangijzer? Want nou ja, we zien het aan het aantal aanmeldingen voor dit webinar. Mm-hmm. Mensen willen hierover weten, willen leren. Ja, nou, ik heb daarover nagedacht. Want dat is natuurlijk een vraag die ik, vaak te horen krijg op workshops. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat taal meestal een reflectie is van de maatschappij. Mm-hmm. Dus je ziet dat er allerlei ontwikkelingen zijn in de maatschappij en de taal die past zich daaraan aan. Dus die hobbelt een beetje achter de feiten aan. Mm-hmm. Dus nu is een term als bewindspersoon een hele ingeburgerde term. 10 jaar geleden had je alleen nog maar bewindsmannen. Mm-hmm. En 5 jaar geleden kwamen daar dan misschien bewindsvrouwen bij. En nu hebben we het over bewindspersonen. Dus taal ontwikkelt zich en past zich aan die maatschappij. Nu zie je in de maatschappij dat er heel veel emancipatiebewegingen zijn. Mm-hmm. Het gaat over decolonialisatie, het gaat over de MeToo-beweging, het gaat over slavernijverleden. Dus de hele genderdiscussie, de seksualiteit. En daar hoort ook een heel nieuwe taal bij. Mm-hmm. Daar zitten al die taalgidsen op en al die aanbevelingen. En ik heb het idee dat mensen soms denken of vinden dat ze nu de taal opgelegd krijgen. Dus dat de taal niet meer daarachteraan hobbelt en een reflectie is van wat er gebeurt maatschappij breed. Maar dat sommige mensen nu het idee hebben van, oh, dit mag ik nu niet meer zeggen. Of waarom moet ik dit nu zeggen? En dat wordt hier en daar ook nog wel eens aangezet door politiek. Ja. Bijvoorbeeld een paar maanden geleden verscheen de taalgids van het Landelijk Actiecomité Scholieren met aanbevelingen en tips en suggesties voor een inclusievere taal. En dat werd door bepaalde politieke partijen gebruikt als een soort van, en het gaat alleen nog maar over gender en transseksualiteit en een docent mag niet meer zeggen goedemorgen jongens en meisjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, vind ik. Taal moet zich voegen naar de maatschappij. We zijn toch ook gewend geraakt aan goedemorgen reizigers in het openbaar vervoer. Ja. Ik bedoel, je went heel snel. Als je eenmaal de goede term te pakken hebt, denk ik dat het voor niemand een probleem is. Ja, en als mensen zich daar comfortabel bij voelen en als ze dingen herkennen. Ja. Precies. Dat denk ik. Claudia, heb jij de inclusieve taal zien verbeteren in de afgelopen jaren? Ja, op sommige punten wel inderdaad. En dat komt ook wel omdat social media heel groot is geworden en je hoort nu meer mensen. Ze voelen minder een drempel om te zeggen als ze het ergens mee oneens zijn. Maar tegelijkertijd zie ik ook nog wel dat je heel vaak in een hokje wordt gedrukt. En dat ervaar ik zelf ook. Ik heb een beperking. En je wordt heel snel weggezet als arbeidsgehandicapt. Of je hebt een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat ervaar ik zelf ook niet als heel inclusief, zeg maar. Nee. Maar het verbetert wel en de social media hebben daar een rol in gespeeld, ja, zeg maar. Omdat precies. Die helpen bij de emancipatie van iedereen. Ja, precies. Ja, emancipatie vind ik ook weer zo'n moeilijk woord. Maar het helpt inderdaad wel heel erg, zeg maar. Je hoort nu meerdere groepen mensen die je eerst niet zo hoorde. Ja. Severine, zie jij taal verbeteren? Ja, ik denk dat in taal zitten ook heel veel aannames besloten. Hè? En die aannames, op het moment als die uitgesproken worden, dat je dan, jij noemt dat hokje, van dat je ergens geplaatst wordt waar je jezelf niet voelt. Ik heb zelf een dubbele zintuiglijke beperking. En op het moment als mensen mij met mijn blinde geleidehond zien lopen, dan denken ze ook dingen van dat ik dus niet gestudeerd heb of geen baan heb of weet ik wat. Maar dat heb ik allemaal wel. Oh, het is ook hartstikke verkenbaar. Het is een waardeoordelen. Ja, en ik wil niet gaan zeggen aannames mag niet, maar toetsen vooral en wees open en ga de dialoog aan in plaats van dat je vanuit de aanname iemand benadert. En dat is voor mij wel belangrijk, dat het gesprek geopend wordt. Dus ik denk, jij vraagt aan mij, is verbeterd, stap voor stap.
Stap voor stap, maar we zijn er nog niet. Nou goed, want daarvoor zitten we hier aan tafel. Dus dat is, dat komt meteen goed uit. Er is een, er zijn heel veel vragen gesteld door jullie aan de andere kant van het scherm. Je zult ze misschien ook wel herkennen, want ik heb er een hoop al verwerkt in de loop van dit programma. Maar er is ook een videovraag en die wordt gesteld door Katrien. Hallo, hoe omschrijven jullie mensen in armoede, korte scholden, mensen die in stressvolle of moeilijke situaties leven? Ik zie vaak kwetsbare mensen, kwetsbare kinderen, kwetsbare ouderen, kwetsbare vrouwen. Maar ik vind dat nogal een betuttelende term. Wij draaien het meestal om naar mensen die in kwetsbare situaties leven. Vind ik al iets beter, maar het blijft toch nog vaag. Want wat is dan een kwetsbare situatie en kan een situatie überhaupt wel kwetsbaar zijn? Dus ik worstel een beetje met die omschrijving en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden en of jullie betere voorstellen hebben. Dankjewel. Nou, duidelijk. Wat moeten we met het woord kwetsbaar? Eventjes trouwens voor de mensen thuis. Als je denkt, wat hoor ik toch op de achtergrond? Het lijkt wel alsof een hond zich aan het uitschudden is. Dat klopt. Die is hier aanwezig. Dat is de hond van Severine. En die wil voorlopig nog niet op beeld, maar is wel lekker even aan het krabbelen. Het woord kwetsbaar dus. Wat kunnen we daarmee? We hebben een heel aantal vragen over die definitie gekregen. Wat is jullie advies? Claudia. Mijn advies is om het helemaal niet meer te gebruiken. Ook omdat je dan iemand neerzet als zwak. Maar personen voelen zich misschien helemaal niet zwak. En ik vind het eigenlijk een leeg containerbegrip. Want ja, om wie gaat het dan? Gaat het dan om mensen die een migratieverleden hebben? Of gaat het om mensen met een beperking? Helemaal niet meer gebruiken dus? Ik zou het niet gebruiken. Ik zou eerst nadenken over om wie gaat het en dan een alternatief bedenken. Bijvoorbeeld mensen die minder kansen krijgen omdat ze een migratieverleden hebben of omdat ze de Nederlandse taal niet goed spreken. Ik hoorde trouwens een heel mooie term net. Kort gescholden. Dat is veel beter dan hoog of laag opgeleid als je het. Hè? Die hoorde ik even voorbij komen in de vraag van Katrien. Mm-hmm. Severine, kwetsbare groepen? Ja, daar zit al een grote aanname in. Hè? En stel jezelf de vraag van wie bedoel je daarmee? Ook een beetje wat Claudia zegt. Van word dan concreter en kun je het ook anders beschrijven? Want ja, die vooronderstelling van dat kwetsbaar, zwak, andere term. En misschien is die per context anders. Hè? Dus dat is wel wat de communicatieadviseur goed kan. Die kan ook indenken van oké, wat wordt er in dit beleid bedoeld of in dit stuk. En ik denk dat daar ook wel de kracht van de communicatieadviseur zit. Oké, goed. Ja. Dus niet meer gebruiken, dat is het antwoord op jouw vraag, Katrien. Een vraag in de chat. Waarom is aanpassing van taal eigenlijk nodig? Wil de bevolking dat wel? Waarom zou je nu eigenlijk inclusief communiceren? En dit soort discussies wordt op communicatieafdeling in het land overal gevoerd. En communicatiespecialisten die zeggen we moeten inclusief communiceren, die worstelen daarmee. Wat is nou, Mariet, het belangrijkste argument om inclusief te communiceren? Nou, ik heb er eigenlijk twee. Mag. Ten eerste heel plat. Als jij iets over het voetlicht wilt brengen als communicatiedeskundige, dan wil je dat jouw boodschap zo goed mogelijk wordt ontvangen door de mensen die jij daarvoor gepinpoint hebt. Dus het is belangrijk om dan te weten hoe woorden worden ervaren door de mensen die woorden lezen of horen. En als je zoveel mogelijk wil bereiken met die boodschap, zorg er dan voor dat die woorden zoveel mogelijk aanslaan bij die mensen voor wie je schrijft. Dus leer je publiek kennen en zorg ervoor dat je de taal spreekt die zij herkennen en die zij waarderen. En het tweede argument, dat is dan weer heel hoog over. De overheid wil graag dat gelijkwaardigheid wordt vergroot en dat diversiteit wordt gerespecteerd. Mm. En dat kun je door die inclusieve taal tot uiting brengen. Eigenlijk is het een soort uitwerking van artikel 1 van de grondwet. Ja. Als je het heel hoog over zou willen. Nou ja, en tenslotte is iedere communicatieadviseur in overheidsdienst in dienst van de inwoners. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus dat. Ik weet niet of het overtuigend is. Zijn er nog andere argumenten om inclusief te communiceren?
Ja, heel bewust zijn van die diversiteit inderdaad. Ja. En we hebben het elke keer over inclusief, maar dan moet je dus ook de verschillen snappen en kennen. En daar maakt dus ook wel duidelijk dat je ook of de inwoners moet kennen of over wie gaat het dan. En dan denk ik, haal die mensen ook bij jouw communicatie trainingen of beleidsstukken of dat soort zaken. Het argument is diversiteit is er en inclusief taal kan zorgen dat die diversiteit mag bestaan. Ja. Diversiteit is er, deal with it. Ja, doe het gewoon. Precies, ja. Ik denk dat gelijkwaardigheid inderdaad, gelijkwaardige behandeling een heel belangrijk begrip is. Van, er zijn zoveel verschillen tussen de mensen, maar het betekent niet dat je de een op een heel andere manier moet behandelen dan een andere persoon, zeg maar. Misschien moet je juist wel de grote gemene deler vinden in waarom je iemand wil aanspreken. Ja, precies, en we zijn allemaal mensen, personen, zeg maar. Dankjewel. Even een heel technisch vraagje tussendoor voor Mariette. Dit is een vraag van Monique. Wat doe je met woorden die mannelijk zijn volgens Van Dalen, zoals ondernemer, waarin je dan geneigd bent om in alle zinnen vervolgens hij te gebruiken? Ja. Nou ja, dat is niet inclusief. Nee, klopt. Technisch vraag, technisch antwoord. He, grammaticaal is het helemaal correct om te zeggen de ondernemer en zijn btw-aangifte. Maar je versterkt daarmee het beeld dat een ondernemer mannelijk zou zijn. Als je dat inclusief wil opschrijven, dan zou je bijvoorbeeld het meervoud kunnen gebruiken. Ondernemers en hun. Nou, btw-aangifte, een raar voorbeeld misschien, maar of je zou die ondernemer kunnen aanspreken en dan zou je kunnen zeggen, als ondernemer heb je of heeft u te maken met btw-aangifte. Je kan proberen om die bezittelijke voornaamwoorden weg te laten, hè, de ondernemer en de btw-aangifte. Dus je ziet dat er best wel wat manieren zijn in de Nederlandse taal om daar omheen te gaan. Yes. En dat is ook belangrijk, want als je wil dat ondernemer wordt gezien als neutrale term, iedereen kan ondernemer zijn, dan is het fijn om dat woordje zijn en hij daaruit weg te laten. Ja. Ja, ik zou het heel vervelend vinden als ik een formulier zie. Ja. Ik ben ook ondernemer. Precies. En dan wordt alleen maar over mannen gesproken. Dat zou ik echt heel irritant vinden. Dus goed, je kunt eromheen, is het antwoord, Monique. En dan meteen neem ik even mee de vraag van Sylvia. Hebben wij suggesties voor trainingen? Ze zit hier aan tafel. Welkom. Doe er je voordeel mee. Behalve trainingen kun je natuurlijk ook leren door schrijfwijzers en schrijfgidsen te gebruiken. En als je daarop gaat googlen, dan is er werkelijk... Het lijkt wel alsof iedere communicatieadviseur, of in ieder geval iedere communicatieafdeling, zijn eigen schrijfwijzer maakt. Ik heb jullie gevraagd om daar even over na te denken, maar... Mariette, even ter inleiding. Het lijkt me vreselijk veel werk om een schrijfwijzer ook weer actueel te houden. Want de taal verandert continu. Ja. Dus moet je dat wel willen als communicatieadviseur? Nou, wij hebben er bij de Radboud Universiteit voor gekozen om dat wel te doen. We hebben daarbij ook aangegeven van dit is een levend document. Het is niet in steen gehouden, dus... Heb je tips, zie je dingen veranderen, laat het weten. We veranderen er zelf ook regelmatig dingen aan. Dus het is veel werk, maar het is wel interessant. En ik denk dat dat dit soort gidsen over inclusief taal met adviezen... dat die heel relevant zijn om bewustwording te vergroten bij mensen. En wij geven bijvoorbeeld weer andere tips... dan iemand die een taalgids maakt voor een museum. Mm-hmm. Dus elke onderneming heeft weer zijn eigen jargon en eigen termen. En dat heeft misschien ook weer andere gevolgen voor inclusief taalgebruik. Dat je andere voorbeelden gebruikt of dat je met andere dingen te maken hebt. Ja. Dus ik denk dat het sowieso goed is om je bewust te worden van wat is dan precies die inclusieve communicatie en hoe kan ik daarmee dealen. En het verandert inderdaad continu. En ik hoop dat we over 5 jaar helemaal niet meer van die gidsen nodig hebben, omdat iedereen...
niks anders doet dan inclusief communiceren. Inclusief communiceren. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Op dit moment delen we heel veel linkjes in de chat, hè, naar allemaal verschillende gidsen. Claudia, wat vind jij een goede gids of een goede stijlwijzer? Ik vind de stijlwijzer van Women Inc. en van One World heel goed. One World en Women Inc. Dat zijn ja, echt... die zijn ook heel bekend. En van de inclusieve cultuursector. Juist. Is ook heel goed. Oké, dus dat zijn een paar voorbeelden. Severine, heb jij nog een tip? Dat boek van Samuel Monier. Dat mag je ook niet meer zeggen, volgens mij. En ook eigenlijk, het gaat over buiten je eigen bubbel. Dus social media van mensen die dus zelf schrijven. Dat is geen gids, maar dan begrijp je wel van waarom je inclusief taalgebruik wil gebruiken. Juist. Juist. Zoals gezegd, een heel aantal linkjes delen we in de chat. En doe er je voordeel mee, want je hoeft het wiel niet uit te vinden. Er is al heel veel gevonden, bijvoorbeeld ook door het LAX, die die taalgids hebben gemaakt, waar jij al eerder aan refereerde, Mariet. We gaan eens even kijken wat er in de chat allemaal voorbij komt. En dan gaan we even een paar kijkersvragen behandelen. Mm-hmm. Hier is een vraag die gaat over de taal die we moeten spreken. Als we doelgroepen willen aanspreken, verval je dan niet juist in kwetsende taal, zoals laag opgeleid? Moeten we mensen niet ook juist opvoeden? Ook al kennen ze de nieuwe woorden nog niet. Moeten wij als communicatieadviseurs beginnen met nieuwe woorden? Is dat onze taak? Ja, misschien wel. Je hoeft de mensen niet te corrigeren, maar je kunt dan de nieuwe woorden gebruiken in je eigen antwoord. En dat is denk ik ook heel goed voor de meelezers. Want er zijn altijd mensen die zeg maar niet een bijdrage hebben gegeven, maar wij jouw antwoord zien. Zeg maar. En ik zie mezelf ook wel een beetje als een influencer, zeg maar. Als communicatie-expert kun je ook andere mensen beïnvluiden. Precies, dus juist de communicatieadviseurs in antwoorden of in herschrijven. Je bent misschien ook wel een voorloper, zeg maar. Juist. Dat is meteen mooi. De weg leiden, zeg maar. Ja. En dan op heel veel weerstand En dan op heel veel weerstand stuiten natuurlijk. En dan die argumenten weer boven tafel halen. Ja, het is opletten geblazen. Aantekeningen maken hier in dit webinar. Ja, en het is ook in het gesprek, denk ik. In mijn werk komt het vaak voor dat we dus mensen met een beperking betrekken. Maar dan zijn er ook professionals en bijvoorbeeld voor een oogarts is een persoon met een beperking vaak een cliënt. Dus hij zegt in dat gesprek elke keer cliënt. Terwijl ik dan zeg nee, het zijn mensen met een beperking die we betrekken voor dit toegankelijkheidsonderzoek. Maar voor hem, in zijn rol, is die term van cliënt is wat hij altijd bezigt. En ik moet dan consistent blijven zeggen nee, in dit gesprek hebben we het over dat. En het is dus eigenlijk ook consequent blijven duiden wat belangrijk is. Toch dus ook een beetje opvoeden dus. Ja, zie je dat zo? Ja. Ja, nou, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En hij doet het niet bewust verkeerd. Nee, natuurlijk niet. Maar niemand doet het bewust verkeerd. Nee. Laten we daarvan uitgaan. Ik bedoel, niemand wil iemand buitensluiten, toch? Precies. Daar ga ik. Maar het is wel iets van lange adem, als ik zo naar jou luister. Ja, dat wel, ja. Lange adem hebben, dat is de tip. Ja. Oké. Okay. Ja. Voor de gouden tips. Even kijken hoor. Hier is nog een vraag van Aniek. Die zegt, hebben jullie een alternatief voor de beschrijving mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Ja, ik wel. Je kunt het ook hebben over mensen die minder kansen krijgen om aan de slag te gaan. Minder kansen krijgen om aan de slag te gaan, ja? Want ik vind het ook wel heel moeilijk. Want met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan leg je eigenlijk de schuld bij die mensen. Terwijl het vaak niet zo is dat je niet wil werken, maar dat de arbeidsmarkt niet zo is ingericht dat je makkelijk aan de slag kan. Duidelijk. Het probleem ligt bij de arbeidsmarkt en niet bij de mensen waar het om gaat. Je hebt helemaal gelijk. Het is, want ik merk bijvoorbeeld van heel veel banen zijn fulltime. En voor veel mensen, niet iedereen, maar heel veel mensen met een beperking, die vinden een fulltime baan gewoon te veel, zeg maar. Ja. Vraagt te veel van de energie. Ja.
duidelijk. Mm-hmm. We laten de gids even voor wat ze zijn inmiddels. Hier vraagt iemand, Gonneke is dat. Hoe blijf je nou consequent in je inclusieve taalgebruik? Als je zit te boetseren op een tekst, dan heb je alle tijd en kun je poetsen en schaven. Maar als je gaat praten met iemand of in presentaties staat, dan kun je je snel verspreken. Hoe gaan we daarmee om? Ja, is nou, heel moeilijk. Oh ja. Ja. Je kan het niet in één keer goed doen. Ik merk het zelf ook als ik trainingen geef over inclusieve communicatie. Dan heb ik het over personen die... praat ik heel vaak in het meervoud. Ik hoorde jou net zeggen, de tandarts, hij of de oogarts. Precies. Hij zegt cliënt. Eigenlijk moet je dan zeggen, die zegt cliënt. Ja. Maar je moet daar niet moeilijk over doen. Je moet gewoon zeggen, als jij een training geeft of als je mensen toespreekt van, lieve gasten, ik probeer inclusief te zijn in mijn woordgebruik. Het is nog niet gewoon voor me. Dus als ik fouten maak, neem het me niet kwalijk of wijs me erop. Samen komen. Ik denk dat wel. Dat het is, hè, van het ja. Samen durven leren en ook die dialoog aangaan. En op het moment als het gebeurt dat iemand me de blinde noemt in plaats van de persoon met visuele beperking, dat ik niet gelijk met mijn mitrailleur ga staan of zo. Hè. Dus, ik denk ook dat we daar een bepaalde mildheid in moeten hebben en ook gewoon durven van probeer het gesprek gewoon aan te gaan. Ja, en, precies. Het is ook niet zo gek, denk ik, dat je verspreekt, want het spreken doe je al sinds dat je leerde praten. Ja. Dus dat zijn die brede banen in je hersenpan die gewoon automatisch voor bepaalde zinsnedes voorsorteren, zeg maar. En dat is ook, eigenlijk gaat het over learning en unlearning. We hebben al zoveel dingen geleerd, maar eigenlijk moet je weer heel veel dingen afleren. En dat is vaak nog moeilijker dan gewoon nieuwe dingen aanleren. En ik denk dat als we elkaar daar de ruimte voor geven en jezelf ook de ruimte geeft, dat we zitten midden in een transitie. Hè. Dit is ook nog niet zo heel lang gaande, denk ik. Mm-hmm. Dus over 10 jaar inclusief taalgebruik. Nou, dan doen we dan in ieder geval weer een webinar. Ja. Maar wel aardig. Er is hier iemand in de chat die zegt, ik plaats mezelf even in een hokje. Ik hoor tot de LHBTIQ-community. Oh. Maar juist die focus nu op diversiteit en inclusie zorgt mijns inziens voor meer polarisatie en onbegrip en tot hokjesdenken. Ik pleit ervoor om juist minder de focus te leggen op al die dingen. Is dat een idee? Maar misschien zijn al die fasen juist wel nodig om inclusiever te worden. Wat je nu even weerstand hebt, zeg maar. Omdat het je eerst heel erg bij de pietendiscussie. En nu is de goed Piet al heel erg ingeburgerd. Dus het is denk ik echt een proces. Ja, en polarisatie, dat zie ik ook wel heel erg. En inderdaad ook heel erg naar de LHBTIQA+ gemeenschap, als ik het goed uitspreek. Juist. Ja, polarisatie is een punt, maar daar moeten we even doorheen. Dat is de transitieperiode, om juist... Ja, ik heb het idee van wel. Iedereen bewust te maken. Maar bedoelde jij niet meer van eigenlijk het benoemen van al die verschillen, dat we daar doorheen moeten? Dat je dus snapt van de verschillende etniciteit, de verschillende beperkingen, de verschillende geaardheden, dat die allemaal benoemd worden. Zodat je beseft welke diversiteit er allemaal is. En queer is nu een veel meer geanticipeerde benaming voor... De lettercombinatie die ik nu niet goed kan uitspreken. Maar je moet de diversiteit wel kennen om te snappen van waarom willen we het inclusief doen. Dat denk ik. En dat een fase is, dat ben ik wel met je eens, ja. Ik vind het ook wel aardig dat jij de Zwarte Pieten discussie aanhaalt. Want dat was eventjes, was het heel erg gepolariseerd, hè? In ieder geval in de media. Maar ook dat ik dacht, oh, ik heb ook mijn kind wel eens tot een Zwarte Pietje gesminkt toen hij op de kleuterschool zat. Dat kon dus eigenlijk niet. En toen dacht ik, ja, maar dat realiseerde ik me toen niet. Ik weet het nu. Dus nu zal ik een kleinkind niet meer als Zwarte Pietje sminken. Hè, het is ook iets waarin je leert. Ja, precies. En je leert ook doordat je zeg maar, de kennis tot je neemt. Want dat heb ik ook heel erg gehad bij gender en bij seks. En had je dan denkt van, oh ja, zo zit het. Ja. En daarom is voorlichting waarschijnlijk ook heel belangrijk. Voorlichting is belangrijk en het benoemen dus ook een poosje. Ja, precies. Ja, en polarisatie. Ja.
Ja, of ik ben een beetje bang dat het er nu bij hoort. Ja. En ik hoop dat het over 10 jaar inderdaad... 10 jaar is. We zijn toch wel in staat om wat sneller te leren met z'n allen, stel ik me voor, Mariet. Nou, ik zit te denken aan de benoeming van de eerste vrouwelijke rector magnificus op de Radboud Universiteit. En zij zegt in een artikel van... nu wordt nog heel erg de nadruk gelegd op het feit dat ik de eerste vrouw ben die deze functie gaat vervullen. Dat vind ik nu wel oké, want... daarmee kan ik misschien ook als rolmodel fungeren voor andere ambitieuze vrouwen. Maar ik hoop dat het over een tijdje niet meer nodig is. En dat ik alleen word aangesproken op dingen die ik goed doe als rector. En niet dat het fijn is dat ik een vrouw ben dat ik dat ga doen. Maar dat ik de juiste kwaliteiten heb om dat te doen. Onafhankelijk van wie ik ben. Ja. Ja. Ja, we hebben het gezien ook met een aantal burgemeestersbenoemingen in het land. Waar heel veel nadruk werd gelegd op het feit dat zij visueel beperkt waren. Of ik weet niet hoe je dat netjes zegt. Ja. Maar dat kwam in ieder interview voren. Dat is dan lastig, hè? Want het kan relevant zijn. Hè, bijvoorbeeld die functie als rolmodel. Dan is het fijn om te benoemen van... nou kijk, eindelijk zit er eens een vrouw op deze plek. Maar je moet naar de situatie toe willen dat dat helemaal niet uitmaakt, omdat het heel normaal is. Ja. Hè? En daar is ook die asymmetrische taal. Dat je nu wordt gezegd, nou, we hadden gisteren een vrouwelijke elektricien bij ons. Je denkt, ja, ga je dan ook zeggen van, we hadden gisteren een mannelijke elektricien bij ons? Ja. Dus ja. Dat. Dus maar misschien is het voor alle voorvechters of alle eersten wel gewoon een poosje heel lastig. Ja. Dat is die rolmodelfunctie. En na een tijdje is het... gewoon. Hopelijk normaal, ja. Goed, ja. Dus het is iets waar we doorheen moeten. Ja. Prima. Ik wil even een volgend onderwerp aansnijden. En dat is de vraag die ook werd geopperd door kijkers. Wie is nou eigenlijk de baas over de taal in ons land? Was een voorbeeld van een van de kijkers die vertelde hoe zij intern een term hebben aangepast nadat een collega zich aangesproken voelde. En toen hadden ze het over de term arbeidsbeperking. En die collega vond dat ongelooflijk irritant. En zij zijn gaan gebruiken, en ik moet het even voorlezen, arbeidsbijzonderheid en talent. En vervolgens kwam daar ook weer een hele discussie over van... moet je nou bij iedereen die zijn vinger opsteekt en zegt... ho, ik vind dit niet mooi, moet je dan meteen je taal aan gaan passen? Dat was de discussie die daar intern op volgde. Wat is jullie reactie? Wie is de baas over taal? Ja, we zijn volgens mij allemaal de baas. Om zo maar te zeggen, want de taal wordt ook niet aangepast... maar we veranderen met de taal samen. En dan specifiek over deze term. Ik vind het ook echt een verschrikkelijke term. En dan denk ik ook vooral van ja, en is de arbeidsbeperking ook wel nodig om te noemen iedere keer? Ja, misschien is het wel nodig om dat woord gewoon te gebruiken. En überhaupt zou ik wel arbeidsafhalen. Omdat een beperking niet betekent dat je moeite hebt om te werken, zeg maar. Oké. Wie is de baas van de taal, Mariet? Inderdaad, wij allemaal zijn de baas van de taal. Maar betekent dat dus ook dat als één inwoner zijn hand opsteekt... dat je meteen je brief in je website moet gaan aanpassen? Nee, want je moet het wel met elkaar erover eens zijn. Hè? En er zijn heel veel woorden die worden geopperd die het nooit halen... en die gewoon weer in de prullenbak verdwijnen. En woorden moeten wel aanslaan. Mensen moeten zich er bij thuis voelen. Hè? En dat voorbeeld dat je noemt, dat vind ik lastig. Arbeidsbijzonderheid en talent. Ja, kijk, als... mensen die te maken krijgen met dat woord, dus binnen die collega's... als die allemaal begrijpen wat daarmee wordt bedoeld... lijkt me dat helemaal geen probleem. Maar als je dat woord ook gaat gebruiken voor mensen die geen idee hebben... wat de bedoeling daarvan is, dan zou ik ervoor pleiten... om een woord te gebruiken dat concreter is... en dat wel duidelijk is voor de doelgroep. Ja. Want het is wel heel... creatief gevonden, maar lekker intern. Ja, en ik vind het niet duidelijk. Ik begrijp niet wat er nou wordt bedoeld. Nee. Het is heel eufemistisch, maar het kan van alles zijn. Ja. Ja. Het is om de hete brei heen draaien. Want als het dan gaat over... wat zijn nu de juiste termen? Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ook niet. Jij noemde net wel een mooi voorbeeld van... het probleem ligt eigenlijk bij de markt en niet bij die persoon. Dus maar het gesprek aangaan. En heb je dan bijvoorbeeld een focusgroep of een als communicatieafdeling een groep mensen met wie je in gesprek kan gaan om af te tasten van wat werkt bij ons en wat werkt goed. Dat,
Dat weet ik niet. Ja, ja. Goed. Nou ja, ik vond die mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt... Ja, vind ik een hele fijne, geloof ik. Ja. Oh ja, ik... Nee, ja, maar jij trekt zo'n niet. Dat haalt maar het niet. Er zijn zoveel mensen die om wat voor reden dan ook minder kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dus dat is ook niet... Oh, dat is weer een containerbegrip. Ja, vind ik wel. Ja, dat wel. Ja. Maar er wordt vaak ook een hele brede groep mee bedoeld. Als ze het hebben over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar als je dat dan zou ik, als je zo'n containerbegrip gebruikt, noem dan wat voorbeelden. He, bijvoorbeeld deze mensen of bijvoorbeeld die mensen. En maak het dan duidelijk wat je daarmee, wie je voor ogen hebt. Oké. Ja. Dat is een goede tip, ja. Concreet zijn. Durf te zeggen wie je bedoelt. Ja. Ja. Durf te zeggen wie je Vroeger bedoelt. Vroeger zou je zeggen man en paard noemen. En nu is dat dan mens en paard. Noem mens en paard. En alle andere boerderijdieren. Zeker. Noem mens en boerderijdier. Ja, precies. Severine, in het voorgesprek vroeg ik jou wie is de baas van onze taal. En toen had jij een voorbeeld over een schilderij in het Rijksmuseum. Wat wil je dat nog eens vertellen? Ja, dat is een mooi voorbeeld. Want je ziet dat taal verandert. En dat is een schilderij... op dat schilderij staat een vrouw in kleur afgebeeld. Voorheen heette dat schilderij Negerinnetje. En heeft het ook Oost-Indische dame met waaier geheten. Wat ze bij het Rijksmuseum hebben gedaan is dat ze met een focusgroep en ook met de stijlgids die door de overheid is gemaakt... want al die koloniale termen die dus eigenlijk als kwetsend ervaren kunnen worden... die wil je voorkomen. Dus het schilderij heet nu sinds 2015 heet het Isabella. Isabella. Oh. Ja, en dan moet je zelf maar gaan kijken hoe het schilderij eruit ziet. Maar wat we dus ook merken in mijn werk is als je een beeldbeschrijving gaat maken... dus voor mensen die niet goed kunnen zien... dan moet je dus beschrijven wat er op dat schilderij staat. En wat ga je dan schrijven... een zwarte dame met kantenjurk en een waaier. En dan moet je dus wel concreet worden. Want wat is nu essentieel voor dat schilderij? Maar Rijksmuseum is dus met de focusgroep bezig om zo allerlei titels na te gaan. De Kreupelen, ook zo een. Die heet nu ook anders. Geweldig. Ja. Ja. En dan zie je dus dat het kan. Ja, maar je moet wel samen doen. Dus niet wie is de baas, dat is dus niet één persoon, maar dat is dus die dialoog aangaan. En snappen wat pijnlijk kan zijn en wat verandert in de taal. Oké. Okay. Jullie bloggen allebei. Schrijf je op social media anders dan op een webpagina of in een brief? Claudia? Ja, ik probeer op social media... vooral begrijpelijker te schrijven. En begrijpelijkheid is voor mijn gevoel ook altijd een onderdeel van inclusie. En op social media, mensen scrollen. Je wil dat de boodschap heel snel wordt begrepen. En je schrijft natuurlijk kort. En qua inclusief taalgebruik, ik denk dat je daar nog meer probeert om inclusiever te zijn. Omdat mensen ook heel erg... snel vallen over iets, zeg maar. Ja, en dan krijg je zo allemaal van die opmerkingen onder je bericht. Ja, ja, ja. Severine, schrijf je anders op social media? Ja, zeker. Schrijf ik veel meer vanuit mij als persoon. En artikel wat ik voor onze organisatie heb geschreven... dat schrijf ik veel meer vanuit de kennis... maar ook vanuit hoe ik het ervaar. Dus dan is het zowel kennis en ervaring. En social media is gewoon... Ja, dan gaat het over mij. Ja. En dat eenvoudige taalgebruik, dat doe jij ook? Maar dat, je wilt toch dat mensen je begrijpen. En tuurlijk heb ik een vakjargon. En tuurlijk heb ik kranten gelezen, boeken gelezen. Maar als je wilt dat mensen je begrijpen... dan wil je wel duidelijk en eenvoudig spreken, denk ik. Schrijven ook. Want anders sluit je ook weer mensen buiten. Ja, ik vond de troonrede weer zo'n goed voorbeeld. We nemen dit op eind september, dus we hebben hem net verwerkt met z'n allen. Ja. Troonrede was ook weer een prachtig staaltje woordkunst. Ja, dat is het. Precies. Ja. Ja.
Ja. Nou, dat wordt nog een uitdaging. Maar misschien over 10 jaar, beste koning. Of beste schrijver, want dat is de koning niet zelf natuurlijk. Kunnen we hem in begrijpelijke taal publiceren. Dat zou prachtig zijn. Even terug naar Mariette. Mariette, jij geeft workshops in den landen. Yes. Aan mensen die inclusief willen schrijven. Uh-huh. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die je daar behandelt? Nou ja, ik wil niet een mini workshop. Nee. Maar wat komt er altijd aan bod? Nou, wat er altijd aan bod komt, daar hebben we het al even over gehad, is dat die discussie over hij en zij. Hè, mm-hmm. Schrijf je nou inclusiever als je zegt de deelnemer en zijn / haar. / hen / dienst. Ja, nou ja, precies. Dus hoe ga je daarmee om? Dat komt heel vaak aan bod. Dat je probeert bewust te zijn vanuit welk perspectief jij schrijft en welk perspectief je mist. Mm-hmm. Dus dat je je inderdaad voorstelt van, goh, iemand die dyslexie heeft, kan die deze tekst ook makkelijk lezen of met kleurgebruik. Hè? Dus het gaat niet alleen inhoudelijk over taal, mm-hmm. maar ook om alles eromheen, zeg maar, de hele context. Wat er aan de orde komt is ook... hoe praat je over mensen die non-binair zijn? Dat vinden mensen ook heel lastig. En ik probeer altijd heel erg toe te spitsen op het beroep dat mensen hebben. Hè? Dus als ik een workshop geef voor mensen die werken bij de waterschappen, dan heb ik het over communicatie over water en over de doelgroepen die daarmee te maken hebben. Dus ik probeer het heel dicht bij mijn deelnemers te houden. Maar een aantal dingen, zoals inderdaad dat gender en non-binair... niet dat mensen daar dag en nacht over schrijven of zo... maar dat is altijd van, maar hoe doe je dat dan? En hoe zit dat dan? Maar dat is het grote onbekende, denk ik. Ja. Ja, en dat is ook het nieuwe, want dat zijn nieuwe woorden. En dat is nog heel vers. En inderdaad, van dat asymmetrische en het labelen van mensen... Hoe word je daar bewust van en hoe kun je daar dan weg bij blijven? Dat vind ik een heel interessant onderwerp. Okay. Want we zitten in dit webinar. Jullie omdat je expert bent en de kijkers en ik omdat we willen leren. Hoe kun je jezelf nu het best ontwikkelen op dit gebied? Want volgens mij ben je er niet door alleen maar naar de tools te klikken en de stijlgids te lezen. Volgens mij moet je meer doen. Hoe ontwikkel ik mij als mens? Jij noemde net al even een boek. Ja, dat boek van Samuel Mounier bijvoorbeeld. Ja, je mag ook niets meer zeggen tegenwoordig. Er is een heruitdruk verschenen deze week. Ik denk toch dat nieuwsgierigheid en empathie belangrijk is. Dat je begrijpt van dat jij hebt maar één perspectief in het geheel. En dat je in gesprek gaat met anderen of andere... boeken leest andere stukken leest... waarin wel dat andere perspectief wordt uitgelegd. En zo verbreed je dus ook je kennis daarover. Ik ben zelf niet non-binair, maar ik ben op social media... ben ik non-binaire mensen gaan volgen... om te lezen hoe zij over hun leven schrijven... en wat hen allemaal aangaat. Dus ik denk nieuwsgierigheid en empathie dat grondleggers kunnen zijn om inclusiever te denken... en van daaruit inclusiever te handelen en schrijven. Ja. Mariette, hoe ontwikkel ik mijzelf? Ik denk dat bijvoorbeeld zo'n stijlgids... zo'n 10 adviezen om inclusiever te schrijven... dat een mooi begin is. Want daarmee word je wel bewust van die dingen. Dat boek wat je noemt, dat is echt zo'n pil. Er is een boekje, dat is de helft dunner... geschreven door Irene Wassink. Dat is ook een heel interessant boekje om... door te bladeren en te kijken naar de interessante voorbeelden die zij geeft. Ja, dat heeft een titel, dat lijkt erbij. Dat mag je ook al niet meer zeggen. Oh ja, precies. Ja. 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 En verplaats je in een ander. Wees niet altijd jezelf, maar bedenk je eens van... goh, hoe zou ik deze tekst lezen als ik... als mijn ouders vanuit Syrië hier naartoe zijn gekomen? En hoe zou ik deze tekst lezen als ik... niet zo'n grote woordenschat heb. Hoe zou ik naar deze tekst kijken als ik visueel beperkt ben? Dus er zijn allerlei manieren waarop je jezelf kunt triggeren... om anders naar een tekst te kijken. Claudia, influencers volgen?
Ja, precies. Influencers volgen en luisteren naar de mensen om wie het gaat. Wij hebben bijvoorbeeld sinds kort iemand die bij ons de reacties in het Arabisch zeg maar, bekijkt en dan er ook op antwoordt in het Arabisch. Okay. En echt, zij heeft ook een multiculturele achtergrond, zeg maar. Dus zij kan zich ook heel goed inleven. Dus ik denk ook meer luisteren, meer samenwerken. Nou ja, je zegt daar wel iets heel interessants natuurlijk. Ja, want je kunt ook niet alles alleen. Nee, maar hoe meer mensen er met een verschillende achtergrond, in de breedste zin van het woord, werken op jouw afdeling, hoe makkelijker het gaat, denk ik. Ja, het hangt er van af, hè? Of nou, het wel echt gaat divers het, is. Het, ja, denk ik. Maar je zit dichter op elkaar als collega's en dan kun je ook. Maar het kan ook heel zwaar botsen, zeg maar. Als je er niet hetzelfde in staat. Alles kan botsen. Ja, dat zie ik ook aan de vragen die in de chat voorbij komen. Lieke, blijf vooral nog even kijken, want daar komen we straks op terug. Maar inderdaad, dat er woordenwisselingen ontstaan of discussies. Hè? Ja. Wie beslist wat begrijpelijk is, vraagt Evelien. Dat zijn natuurlijk... die discussie moeten we ook doorheen. Voer hem maar en kijk maar wat eruit komt, denk ik dan. We hebben heel veel dingen alvast gedeeld in de chat. Maar ik wil nog heel eventjes naar de accessibility game die jullie hebben gemaakt. Wat is dat? Dat is een game waarin vanuit verschillende... Je ervaart dan zelf 6 verschillende beperkingen, maar het is een opvolgende game. Dus je begint met iets van... En dan moet je proberen om door dat level heen te komen als zijnde... Jij was begonnen, maar je kwam er niet doorheen. Ik kwam niet door de eerste ronde, jammer. Maar dat maakt heel erg duidelijk van op het moment als je niet mee kan doen. Als je niet betrokken wordt. Als je niet erbij kan horen van hoe buitengesloten je voelt. En, het is een soort ervaring. Ervaring. En er zit ook een ervaring als je dyslexie hebt. Of ervaring als je kokenzicht hebt. Dus je kan het allemaal ervaren. En kijken hoe ver je komt. Ja. Ja. Nou, is niet iedereen gegund om naar het tweede level te komen. Maar ik daag jullie uit. De link staat in de chat. Een vraag van een kijker. En dat raakt aan de vraag die Lieke ook stelt in de chat. Kun je nog wel creatief schrijven als je aan al deze regeltjes moet houden? En ik voel die vraag wel. Hè, je hebt al je B1-checker en dan heb je al je de plaatselijke schrijfwijzer. En dan kijk je naar dit webinar en dan denk je, ik geef het op. Ik kan alleen nog maar hele lelijke dingen schrijven. Is dat zo? Nee. Nee? Oh nee, dat is echt... Was ik onzin om te denken, want ik had het de laatste ook met een collega over. Maar als je inclusief wil schrijven, word je juist creatiever. Omdat je vaak bijvoorbeeld die lege containerbegrippen overboord gooit. En je bent juist heel erg aan het bedenken van hoe kan ik het zo opschrijven dat het fijn voelt, zeg maar, voor iedereen. Kun je nog creatief schrijven als je je houdt aan al deze spelregels? In die beschränking zeigt zich de Meister, dus dat is Goethe. En eigenlijk in de beperkingen kun je juist de meester gaan voelen, doordat je die creativiteit juist moet gaan inzetten. Mm-hmm. En ik denk dat als professional heb je echt heel wat tools in je rugzak zitten om te kijken hoe kan ik dit nu het beste benaderen. Je wordt juist eindelijk weer eens uitgedaagd. Dat is het. Dat is het ook, ja. Het enige antwoord is creativiteit. Goed, Mariette, creatief schrijven, is dit een beperking of juist een uitdaging? Ik durf bijna niet meer te zeggen dat het een beperking is. Maar ik voel het wel. Nee, ik kan me voorstellen dat mensen denken van... ik moet nu iets gaan schrijven en ik moet dit en dat en zus en zo. En wat mag ik allemaal nog? Wat kan ik, wat moet ik niet, wat moet ik wel? Ga gewoon lekker schrijven, zou ik zeggen. En als je laat je vooral, als je dat ziet als beperking, laat je daar vooral niet door beperken. Ga gewoon schrijven waar je zin in hebt. Dingen waarvan je denkt dat zijn de dingen die ik wil zeggen. En ga daarna nog eens met een blik ernaar kijken van, klopt het allemaal? Zou ik dit nog kunnen veranderen? Kan ik hier nog wat mee doen? Het ligt ook aan waar je tekst voor bedoeld is. Als het een roman is, is het weer een heel ander verhaal dan wanneer het een tekst is voor een publieksfolder. Dus kijk daar ook, maak daar goed verschil in.
En je kan je teksten altijd laten controleren. Hè? Er zijn, wij bieden ook een soort inclusiviteitscheck op teksten. Je kan hem in ChatGPT gooien om voor een inclusiviteitscheck. Dus je hoeft het ook niet allemaal zelf te kunnen. En schrijven is een proces. Hè? Dus het is een proces. Een creatief proces. Zeker. Een creatief proces. Ja. Ja. Jullie hebben elkaar gehoord. Jullie hebben het soort vragen gehoord dat binnenkomt op de chat. Ik wil eigenlijk toe naar de gouden tip. Hè, dus als de kijkers nou alleen maar dit stukje zou zien van het webinar. Of helemaal naar het eind zijn gescrolld. De gouden tips. Wie wil? Voor al die communicatiedeskundigen die nu vol spanning aan de andere kant van het scherm zitten. Ja. Toch learning en unlearning, denk ik. Van durf datgene af te leren wat je al die jaren hebt gebruikt. En durf weer met een open blik te kijken naar hoe kan het ook. Learning en unlearning in goed Nederlands. Ja, dankjewel. Mariet, gouden tip? Ik wist eigenlijk niet, ik had zoveel tips, maar ik dacht, wat is nu de gouden tip? En ik zat vanmorgen in de trein, ik dacht, ik ga het gewoon vragen aan de chat. ChatGPT, wat is de gouden tip voor inclusief schrijven? En die zei, wiens perspectief ontbreekt in mijn tekst? Dat is de vraag die je jezelf altijd zou kunnen stellen. Ja. Ik dacht, ja. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Claudia? En de gouden tip. Ja, ik zit dan meteen weer heel concreet te denken. Nou, graag, want we hangen aan je lippen. Maak je tekst persoonlijk. En probeer ook op goede afstand te komen. Om ietsje dichterbij de lezer te komen. Juist, verklein de afstand. Ja, precies. Verklein het afstand. En spreek bijvoorbeeld de lezer persoonlijk aan. En verder, ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te durven falen. Durven falen, ook goed, ook mooi. Die zetten we op een tegeltje, durf te falen. Ja, ik heb ook af en toe nog, had ik het heb over blank in plaats van wit. Dan denk ik ook van, dat is niet inclusief. Ja. Want het is koloniaal. Ja, zeker. Mm-hmm. Nog even uit mijn eigen ervaring durf ik wel te delen. Ervaring met het opstellen van een taalakkoord. Test je tekst. Mm-hmm. Ga naar buiten en test hem. Of haal mensen met hele verschillende achtergronden, inwoners, uit je gemeente naar binnen. Ja. En zeg, wat vind je ervan? Heb je nog op een aanmerking of aanmerkingen op deze tekst? En doe wat met die feedback die je krijgt. Dus testen is denk ik ook wel een interessante tip. Nou, komt even bij mij vandaan. We nemen dit op eind september. Het is bijna oktober. 3 oktober is een internationale dag waarop er veel aandacht is voor inclusie en diversiteit. Is dat nog iets wat je als communicatieadviseur zou kunnen gebruiken misschien om wat mee te doen? Zeker. Mariet, jij knikt. Nou ja, op de universiteit hebben we al een paar jaar Diversity Day. En dan zijn er allerlei workshops die je kunt volgen die op de een of andere manier te maken hebben met inclusie en diversiteit. Dus dat is een heel mooi aanhaakpunt om het aan de orde te stellen als je dat van belang vindt in je organisatie. Het is ook volgens mij week van de toegankelijkheid. Ja, dat klopt. Het is de eerste week van oktober, de week van de toegankelijkheid. En dan zijn er heel veel activiteiten rondom toegankelijkheid. En toegankelijkheid is eigenlijk een middel om een inclusieve samenleving te krijgen. En eigenlijk, we moeten zorgen dat we niet alleen dan die vlag ophangen van diversity day en inclusief taalgebruik, maar dat we het eigenlijk heel het jaar door al spelende wijs proberen toe te passen. Dus belangrijke dag en niet vergeten, maar uiteindelijk doen we het heel het jaar door. Heel het jaar door aandacht aan besteden. Ja, precies. Dus je komt niet weg met één leuke game voor de collega's begin oktober. Het hele jaar door moet je mensen erop attent maken. Mm-hmm. Ja, eens? Ja, klopt. Ik sluit me ook heel erg aan bij Severien. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is, diversiteitsdag. En vooral om de verschillen tussen de mensen te vieren. En om vanuit daar een sprong te maken naar inclusies. Van er zijn heel veel verschillende soorten mensen. En het is juist belangrijk dat iedereen erbij hoort. Nou, het is de verschillen vieren. De verschillen vieren. Zullen we dat gewoon als positieve
slotconclusie houden van dit webinar. We zijn aan het eind. Dank voor alle vragen in de chat en de discussies die daarvoor uit gevolgd zijn. Dank voor het inschrijven natuurlijk voor dit webinar. In de chat hebben we ook nog een linkje waarin je even kunt laten weten wat je ervan gevonden hebt. En we hopen je natuurlijk volgende keer weer te zien bij de Direct Duidelijk Tour en onze webinars. Dank voor jullie deelname. Tot ziens.